Van Bauer Godoy hebben we hier een model Friedrich. En die naam komt van een Franse bouwer. Ik denk dat hij rond 2020 overleden is. Met een behoorlijke reputatie. Nou, dit is ook weer een sparrenhouten bovenblad. India palissander zij en achterkanten. Brilletje erbij, zo. Het ziet er toch allemaal weer keurig afgewerkt uit. Volledig gepolitoerd, mahonie hals, de Goto stemmechanieken en de kop die inderdaad sterk lijkt op een Friedrich. Dit is wel een bijzondere feature, zal ik maar zeggen. Dat die elevated fingerboard noemen ze net. Waardoor de hoek zeg maar anders wordt van de snaren ten opzichte van de kam. We gaan hem eens even op de werkbank zetten om te kijken wat er Friedrich is aan de binnenkant van de gitaar. Dat interesseert me wel. Even kijken hoor, wat komen we tegen? Nou. Keurig afgewerkte latjes, keurig afgestoken. Individuele leidingblokjes weer. En 1, 2. Oh ja, deze zangbalk die loopt helemaal zo door, joh. Onder de dwarsbalk door. Ja. Dus die begint hier. En dan krijg je hier die dwarsbalk. Nou, dat is niet te zien op de foto. Maar dat loopt dan helemaal hier onderdoor. En dan hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In totaal 7 van die balkjes, waarvan dus de buitenste onder de dwarsbalk heen doorlopen. Dus eigenlijk het hele gebied verstevigen. En onder de brug hebben we dit keer geen brugplaat, maar een balkje dat niet op het hele oppervlak gelijmd is. Nou. Ja, wat gaat dat allemaal doen, hè, met geluid? We gaan eens kijken. En ontzettend regelmatig. Hij wordt hier wat kort van klank. Maar het volume is ontzettend aanwezig. In positieve zin dus, hè. De grondfrequentie ligt vrij laag, rond de F, vies. Dus aan de lage kant. Het instrument is ook denk ik wat groter dan standaard, een fractie groter. Klinkend instrument. Het is die verhoging van die je dus hier hebt. Ja, daar merk je misschien iets van, maar ik vind dit qua spelen niet een heel spannend ding, om eerlijk te zijn. Maar thank you.
Ja, dat is een instrument dat behoorlijk ontwikkeld is in zijn hoge tonen. Maar daarnaast... dus ook in het basgebied een behoorlijke volheid van klank heeft. Dat is echt verbazingwekkend. Goed instrument. Goed gedaan, meneer Godoy.